Dat wil ik niet. Ik laat me nog langer mee vandaag alleen. Ja? Maar in ieder geval, het is dus druk. Ja, een en al file. En top. Gaat helemaal door. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag... Wat voor dag is het vandaag? Jeetje! Vrijdag, de 15e april. En we leven om 14:41, zoiets. Ik heb het 44. Maakt niet uit. Als we maar pret hebben en lol hebben. Dus welkom bij Corina en de Beestenboel. Ja, en misschien een. Ik heb mijn haar een beetje anders zitten dan normaal. Ja, want ik ben een beetje met koeps aan het experimenteren van wat mij staat. Deze kant helemaal kaal laten maken en dan die kant laten groeien. Ik weet het allemaal nog niet wat het gaat worden, maar ik denk, ik doe het zelf even een beetje anders, weet je. Nou ja, en ik ga even nog lopen. En ik meende dat Karin wou komen. En ja, mijn computer die hek niet aan, want mijn computer moet nog steeds schoongemaakt worden. En dat zou ze ook doen. Dus ja, ik kan niet altijd pret en lol wezen om de stad in te gaan, toch? Nee. Maar oké, ze moest ook nog naar Albert Heijn om koekjes te halen. Wat voor koek weet ik niet meer. Maar in ieder geval, van Verkade. Maak nog reclame en ook van Verkade, ja. Yeah. Nou ja, maakt allemaal niet uit, ik word er niet door gesponsord. En die meisjes die zijn gewoon gek. Ik moet eventjes Gandalf even eten gaan geven. Die is er daar. Gandalfie? Ja! Is het Gandalfie, ja? Ja, is het Gandalfie? Ja, man. Hé? Is het Gandalfie? Ja! Dus ja, dat dus. Dus dat ga ik nou aanstonds eerst even doen. Gandalf eten geven. En daarna pak ik mijn jas. En dan gaan we de hort op met de dames. En dan zullen we beleven hoe en wat de middag ons verder brengen gaat. Want dat weet ik niet. Komen er vanzelf wel achter. Ik zou zeggen, tot later. Nou, daar is een file. Hoe ver mijn ogen kunnen reiken. Auto's, auto's, auto's. Maar hier niet alleen. Ook aan die kant staan er allemaal auto's, auto's, auto's. Oké, er staan er een paar geparkeerd. Maar de bocht om, op deze gracht, kom je bij de bierbrug. En er is een keer oversteken en hoe het dan heet weet ik niet. Maar allemaal auto's. En dat in de binnenstad. Laten ze de grote weg houden zoals die. Ja. Maar nee, het is allemaal binnendoor en ze komen er gewoon bijna niet tussen. En waar moeten ze naartoe? Wat denken jullie? Naar het Texel. Ja, ja, sommigen die slaan al af bij de verkeerslichten daar achter het gebouw. Hey, verkeerslichten en dan gaan ze het centrum bij wijze van spreken in. Maar ja, oké. Er zijn er nog een paar gek die we nemen mijn rollator mee. Hey, dames, klaar. Jullie trekken mijn rollator mee. Hé, hey, dat wil ik niet, hè? Dat wil ik niet. Ik laat me nog langer mee vandaag alleen. Ja? Maar in ieder geval, het is dus druk. Ja, echt waar. Nou, ik zal weer opruimen en dan gaan we weer verder met onze wandeltocht. En daar zijn die twee weer. En ze waren er net aan dansen. Ze waren er net aan het dansen, die twee. Maar ja, toen had ik mijn camera nog niet gepakt. Een paringsdans dus. Hartstikke leuk. Ja, ik ben weer thuis met de meisjes. En wat een chaos op de weg. Oeh, dat er geen ongelukken gebeuren. Oei, 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 oei. Ze blokkeren de fietspaden. Ze blokkeren de fietspaden.
Nee, wat zeg ik nou? De fietspaden. Nee, de zebrapaden. De doorgang over de weg heen voor de wandelaars en voor de fietsers. Kruisingen, ook voor andere auto's. Het wordt allemaal geblokkeerd door het andere verkeer. Ja, nadenken is er niet bij. Nou, mensen denken, nou, als je in een file zit, en ga ook niet een andere weg nemen, want je komt toch weer in die file terecht als je diezelfde kant op moet. Blijf gewoon in je file zitten waar je zit en rij gewoon mee. Dan kom je er ook, al is het een uur later of twee uur later, maar je komt er. Daar moet je gewoon rekening mee houden. Ja, ga eerder van huis af of zo, zou ik zo zeggen. En dan nog, kom je in de file terecht, ga niet een weggetje nemen die een stukje verderop legt. Want als je diezelfde kant op moet, ja, dan kom je toch weer in die file terecht, weet je. Dat houdt niet op. Maar oké, Karen die wacht op mij, die is ook aan het filmen. Wij gaan zo meteen ook misschien weer filmen, dus ja. Komt allemaal goed, lieve vrienden. Geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet ook zeker met ons mee. Ja, een en al file. En top. Gaat helemaal door. Tot aan de veerboot. En dan ook nog op de andere weg. Het is giga druk. En al de hele dag. Ja. Maar ja, ze zijn fout bezig. Nou is het zebrapad zomaar vrij. Maar daarnet stond er een auto op. Ja. En dan zullen ze ook nog door willen rijden als je er overheen gaat. Ook dat nog eens een keer. Ja. En dat toch maar even lopen, of niet? Toch maar een stukje lopen. Ja, toch wel, hè? Ja. Lekker naar Tessel. Ja, ja, dat is de bedoeling. Ja. En hoe lang sta je al in de file? Nou, ik ben 4,5 uur geleden naar Zwolle vertrokken. Ja, ja, dus ja. Dat is weer een stop. Ja, al jij hier kan wel moeten. Kinderen. Ja, prima toch? Zo. Ja, dus even afwachten nog hoe lang dat duurt, maar de overkant gewoon voor de overtocht. Ja, wat? En wat je ook. Ja, ik. Staat dat het nou daar ook voor? Ja, hè? Ja. Ze komen ook op de over de kanaal weg heen. Ja. Ja, en dan staat het daar ook weer zeker vast? Ja. Nee, daar niet. Maar dan moet weer helemaal terug. En dan over in de brug gaan en dan komt hij daar weer langs en waar die auto rijdt en dan komt hij er ook op zullen. Ja, je kunt beter blijven staan en niet. Ja. Je komt er even goed wel. Ja hoor. Alleen zet je motor af en je staat in de file. In Duitsland dan moet je dat doen. Ja. Ik wil die confetti erop hebben. Nou, dan ga je filmen. Dan heen nog. Het is daar rood. En nou is het groen oké, dus dan gaan ze weer zo meteen een stukje doorrijden. Ja. Die camper en die rijdt al. Ja, die gaat instappen. Dat is een mooi knop. En nou is het weer rood. Ja. Allemaal weer naar Tessel vanuit Zwolle. Oh, pak en rijden. Hé, gaat je motor uit, lekker. Rust. Nou, daar gaan ze rijden. Nee, ik heb het begrepen.
muziek aan, iedereen is lekker. En dan verschillende soorten muziek? Nee, dankjewel. Ja, leuk, man. Nee, dankjewel. Ja, wel. Nee. Wel waar, is nee, leuk. Nee. Wel. Nee. Wel waar. Nee, niet waar. Wel eens. Nee hoor. Wel. Nee. Wel. En ik heb altijd gelijk, dus denk er goed aan. Ja, ik ken. Caravan gaat ook een beetje rijden. Nou, gaat hij ertussen. Ja. En houdt die kruising bezet? Nee. Nee, gaat net. Nee, dat nog niet. En nou is het weer groen, dus alles gaat nou weer een stukje doorrijden en dan zal het oranje. Nou weer rood, dus die camper is er alweer doorheen. Ja, caravan. Dat heet ritsen. En dus die auto en dan die zwarte auto goed zo door rijden. Goed zo, keurig. Goed zo, keurig. Goed zo, oversteken, keurig. Goed zo. Die staan weg. En die gaat op het zebrapad staan. Tjoe. Draapjes dicht. Nu is het weer groen. Gaan ze doorrijden. Nu blijft het wat langer groen, zeg maar. Dat is mooi. En nu is het oranje. Ja, door. Goed zo. En daar komt een hele mooie auto aan en dat is deze. En het is uit CZ. Mijn hemel, wat een ding. Hij is mooi. En dan gaan we weer sluiten. Ik heb genoeg van die file. Is het nog correct om foto's te maken? Ik ga weer een stukje verder.
Ja, hun. En naar het kind ligt haar en haar in het westen. Ja, en ik ken niet. Wie was dat? Gaaf, hè? Ik zie zelf niks. Ja, wat een file, wat een file. Denk je erom? Jij bent gemeen. Je bent gemeen. Huh? Je bent gemeen, daar kan ik toch niet heen? Hij is zo mooi. Hij is echt gaaf. Nou, wat voor beelden we. Mijn volgers, mijn vrienden allemaal krijgen te zien. Ik weet het niet. Want ik was ook een beetje ingezoomd tijdens het rijden. En dan zie je het, hè. Wat een drukte. Maar welk mens het nou was, wat voor taal straks, een Duitse auto was het. En jij gaf Engels antwoord of zo. Dus het was niet zo fijn om foto's te maken, maken wij dat zelf weer waar. En we waren geen foto's te maken, we waren aan het filmen. Optie, en nou? Oké, nou ja, het zal. Ik ga weer stoppen. Jij ook? Jij bent al gestopt. Zo, we zijn weer thuis. Ja, en nou, wel een leuke middag gehad verder. Enkel mijn hoofdpijn, ja, nog steeds. Niet fijn. Dit is lekker. Ja, dat het doet mij denken aan die tukkoekjes. Qua smaak. Heel erg lekker. En ik heb nog wat lekkers gekocht, dat ga ik zo nuttigen, maar dan moet ik nog een bord pakken, et cetera. Maar dat is een broodje dunner gehaald, dus dat zal me lekker smaken. Ik laat het jullie straks zien, maar ik ga eerst de meisjes even verwennen en koffie maken en de tafel klaarmaken en dan kan ik eten, ja. Dus ik laat het jullie straks wel zien, want ik heb jullie nou in de hand en niet in een houder of zo, dus ja, dat gaat het even dan niet worden. Dus dat zo meteen. Ja, lieve vrienden, ik ga even met de dames weer lopen. Ik ben er net ook eventjes weer snel na mijn eten met de booster weg geweest. En ik ben helemaal vergeten jullie erbij te halen. Maar ik heb wel foto's gemaakt en naar Karin gestuurd van mijn eten. Maar ja, ik zou jullie ook erbij gepakt hebben. Helemaal vergeten. Want Karin die stuurde me nog ergens naartoe. Daar ben ik heen geweest. Maar ik ben ten ongerechte verzaken wel weer teruggekomen. Eigenlijk voor niks. Heen gegaan. Karin die zegt dat ze wel met me wouden praten over het vloggen. Nou nee, ze wouden praten over huisartsentekort. Dat is een auto, een bus, die is omgebouwd tot een beetje een woonkamer, dat je een beetje kunt zitten. Voor de televisie, NPO1 of zoiets, Nederland 1. Maar dat zijn lui die discrimineren. Nou, dan heb je mij een verkeerde in, hè. Ik werd gediscrimineerd omdat ik ongevaccineerd ben. Wat? Nou,
ben boos. Heel boos op die lui. Ik laat me niet discrimineren. Hij wou me niet in de wagen hebben. Hij wou niet dicht bij me staan. Bla, 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 bla. Wat? Ik moet eerder bang wezen voor hun. Dat ik niet ziek word door hun. Want hun steken ongezonde mensen weer aan. Met hun vieze smerige gifspuiten. Ja, laat ze alsjeblieft maar zo ver mogelijk bij je vandaan blijven. Maar oké, lieve mensen, lieve vrienden, ik ga even met mijn meisjes lopen. En als die wagen er zo meteen er nog staat, zal ik daar eventjes mijn camera op richten. Ja, dan zien jullie wat ik bedoel. Misschien dat die ook nog wel bij jullie komt. Want het gaat over huisartsentekort. Nou ja, dat is niet alleen nog hier, maar dat is overal zo. Dan moeten ze in Den Haag wezen. Dat zei ik hem ook. Ze moet je in Den Haag wezen, ben je lui daar. Tja, ik zeg waar het op staat. .nl. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. Tot later. Nou, daar staat die gele bus dus. Staat er nou mooi op. NPO Radio 1, jouw nieuws, jouw journaal. Ja, amma hula hoop. Dat zijn dus de mensen die anderen discrimineren. En ik vermoed ook van al mijn leven dat ze ook mensen met een kleurtje discrimineren. Dus niet alleen nog mij en velen met mij die ongevaccineerd zijn, maar ook een kleurtje, een mengelmoesje, maakt niet uit. Wat voor kleurtje je hebt, ik denk dat ze die ook discrimineren. Dat is die bus dus. Dus hou hem in de gaten als die bij jullie misschien in jullie gemeente komt. Ja, de discriminerende lui. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, sla het even op. Ja, Nederland 1. Maar in ieder geval, ik heb grof gezegd, scheid eraan. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond.